Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik met Martijn Braat, een makelaar die in zijn eigen kantoor in 2015, begin 2015, heeft opgestart in Breda. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen Jim. Zoals ik zojuist al aangaf, hoe ben je in de makelaarij terechtgekomen? Ja, dat is dan meteen al apart. In 2015 werd ik vader. En ik had een baan die mij toch wel deed reizen. En toen dacht ik, ik wil een winkeltje in de buurt hebben. Wat lijkt me leuk. Ik had altijd al aan de makelaarij gedacht. Af en die tijd bij huizen, ooit bouwkunde in Delft gestudeerd. Ik denk, ik ga een makelaarskantoor beginnen. En het kantoor is ook 100 meter van mijn huis. Dus het winkeltje in de buurt. Ik had nooit bij een makelaar gewerkt. Geen enkele ervaring. Het leek me gewoon leuk. Papieren gehaald en gestart. Het was niet echt een heel traject wat eraan vooraf ging. Maar het leek mij leuk. En ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad, want het is ook heel leuk. Wat, het was een soort persoonlijke reden die een soort, je ertoe zette om het kantoor te starten. Met wat voor soort visie begon je, zakelijk gezien, met wat voor soort visie begon je in het kantoor? Ja, dat was ook lastig, omdat je daar helemaal geen ervaring had in de wereld. Het leek mij leuk. En mijn visie was, je best doen en zo goed mogelijk een makelaar proberen te worden. Met het belang van de klant altijd voorop. En dat was in het begin echt wel 70, 80 uur in de week werken. Maar als je je werk leuk vindt, dan is het eigenlijk geen werk. Dus dan is het ook niet zo erg om die uren te maken. Maar de visie was eigenlijk de beste worden. Niet de rijkste, niet de grootste, maar de beste worden. En de beste betekent dan in Breda? Of had je altijd het soort idee om het al ietsje breder te trekken? Of? Nee, dat idee was er niet. Want wat ik al zei, het insteek was het winkeltje in de buurt. Dus het moest dan wel in de buurt blijven natuurlijk. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Het was je best doen, blije klanten en plezier blijven hebben in je werk. En dan zien we wel eigenlijk of we daar heel rijk mee worden of niet. Of we groot worden of klein. Maar dat is ook niet de insteek. Als we het brood kunnen verdienen is het dan goed. Maar gewoon lol hebben in je werk en blije klanten hebben. Gewoon zo goed mogelijk je werk doen. Dus echt een visie van ik wil daar naartoe. Het spijt me. Die was er niet. Die is er ook niet. Ik denk, gewoon doen wat je denkt dat je moet doen. En dan zie je wel waar je terecht komt. Ik wil zo dadelijk nog iets meer over de begintijd praten. Maar om alvast een sprongetje naar het heden te brengen. Is die visie inmiddels veranderd? Of is dat nog altijd hetzelfde gebleven? Ja, die is precies hetzelfde gebleven. Ook toen mijn website ingericht, zonder ervaring. We hebben nog nooit iets hoeven veranderen. Eigenlijk is hoe we toen gestart zijn nog steeds de werkwijze. En dat gaat gewoon hartstikke goed. Af en toe pas je een beetje aan op de markt of op veranderende inzichten of software of klanten die wat mondiger zijn geworden 9 jaar geleden. Maar eigenlijk is de insteek nog steeds hetzelfde. Oké. Dan om weer terug te gaan in de tijd. Hoe heb je je eerste klant gevonden? De eerste klant was denk ik de La Rijweg. Ik heb ben een beetje boever geweest in het begin. Ik dacht, je kunt natuurlijk niet beginnen met een lege website. Eigenlijk twee dingen dacht ik. Ik moet huis op de website hebben. Dus toen heb ik een mooi huis in Groningen gevonden. Die foto's en teksten gebruikt, op een website gezet. Adres in Breda. Maar toen kon ik op mijn website nog adressen kwijt die niet bestonden. Dus mijn huis is Keermanslaan. Zoveel. Dan deed ik het nummer erachter wat niet bestaat. Dus ik begon met 10, 12 hele leuke huizen op de website. Had ik dus ook wel dat mensen belden van we kunnen dit huis niet vinden. Dus ik uitlegde wat ik had gedaan. Sorry, ik ben startend. Ik meende dat ik met een volle site mocht beginnen. Iedereen die pikte dat gelukkig, als je maar leuk uitlegt. Dus we zijn met een redelijke leuke huizendatabase begonnen die niet bestond. En met de 1% makelaar decreet. Dus maximaal 1% courtage. Wat nu eigenlijk redelijk gangbaar is in Breda omgeving. Maar toen in 2015, toen de prijzen de helft waren van nu, was dat best wel een unicum. Ik heb ook alle makelaars op bezoek gehad toen, van Martijn, dit moeten we niet willen. Maar ik moest iets doen om een voet tussen de deur te krijgen. En dat is ook gelukt. Inmiddels is die kreet 1% makelaar er wel vanaf. Want je presenteren als budgetmakelaar houdt ook wel risico's met ze in, dat mensen denken goedkoop, duurkoop.
Hè, maar toen gestart met een fake database en die kreeg de 1% makelaar. En toen kwamen mensen toch bij mij en dat was toch allemaal online. Hè, dus ook zorgen dat je redelijk vindbaar bent, AdWords campagne erop. En toen kwamen ze mondjesmaat. En ja, nou, vanaf je meer aanbod krijgt, dat is toch denk ik het belangrijkste. Als mensen zien, hé, deze makelaar, we zien het bordje daar, we zien hem daar. Ook zorgen dat je al het bovenste huis in Funda wordt, dat mensen je zien. En toen begon het toch vanaf het begin al redelijk te lopen. Ik zit nog steeds te denken aan dat je NEP-adressen gebruikt. Dat was de eerste keer dat ik dat heb gehoord. En van die mensen die dan boos belden. We rijden al een half uur door de straat, we kunnen het adres niet vinden. En dan moest ik alles uitleggen. Maar ja, nooit boze, echt boze reacties aan overgehouden. Meestal in mijn herinnering, het is al even geleden, vonden we dat toch wel grappig. Ja, om het ook voor luisteraars iets meer context te geven. Wat kreten die jij op je website en op je Funda-pagina gebruikt. De leuke huizenmakelaar van Breda. De voordeligste makelaar gebruik je tegenwoordig in plaats van de 1% makelaar, denk ik. En een andere die je ook hebt staan is jong, enthousiast, creatief en met een passie voor huizen. Ja. Zijn dat nog steeds de karakteristieken waarmee je jezelf probeert te omschrijven? Ja, dat denk ik wel. Ja. We zijn denk ik wel de voordeligste nog. Elke keer als de rekening op de zaak groeit, dan gaan mijn tarieven weer naar beneden. Eigenlijk ben ik nog steeds de investeerder, denk ik. Maar ik denk wat ons onderscheidt, hè, wat ik al zei, het leek me leuk, ik heb er nog nooit een seconde spijt van gehad. Ik vind het geen werken wat ik doe, maar personeel precies hetzelfde. We doen het echt omdat we het leuk vinden, vol passie. Soms rijd ik langs kantoor 's avonds, is het lampje aan, zit er gewoon iemand te werken. Ik zie zondag dat er dingen worden opgelost. Kijk, personeel die gewoon naar kantoor gaat als er dingen moeten gebeuren. Dus ik denk dat we het echt doen omdat we het leuk vinden. En ik denk dat dat het grootste onderscheid is ten opzichte van collega's waarbij ik nog wel eens de indruk heb dat ze doen omdat ze het moeten doen. En dat ze het niet per se meer leuk vinden, maar... Ja, we doen het echt gewoon wat we leuk vinden. Echt vol passie. Dus als ik het goed begrijp, in eerste instantie, de mensen vonden je vooral digitaal, omdat je daar dus goed verscheen, zowel met Google rangschikking als met Google advertenties. En vervolgens leerden ze jou dan kennen. En naar jouw mening gaf jij een dusdanig gevoel dat dat anders was dan andere makelaars. En dat gewoon een soort bepaalde klik opleverde. En dat is hoe balletjes een beetje gaan rollen. Ja, zeker in het begin als makelaar, het zijn natuurlijk, je krijgt een huis, je verkoopt hem en dan is het dagklant. Misschien dat ze over 7 jaar nog een keer bellen, maar in principe zijn het toch. Hè, je hebt geen database van klanten waarop je terug kan vallen, zoals bijvoorbeeld een verhuurmakelaar wel heeft. Of een bakker, of noem maar op. Dus je moet altijd scherp blijven, altijd. Je mag nooit inzakken, altijd vindbaar blijven. En het is ja, hè, dus zorgen voor online vindbaarheid. Mensen bellen je. Dan word je uitgenodigd voor een gesprek, maar met jou vaak nog 4, 5 makelaars. En dat gesprek is dat toch wel heel leuk. En een beetje topsport. Want dan moet je zorgen dat er met name een klik komt. Je moet informatief zijn, maar dan moet je proberen om dat huis te krijgen. En soms krijg je hem niet, dat is vaak ook prima, want dan past die klant beter bij een ander kantoor. En dat is eigenlijk, zorgen dat je gevonden wordt, gebeld wordt, daar zitten en dat huis krijgen. En dan natuurlijk zorgen voor een prima topverkooptraject. Maar de online vindbaarheid, dat is echt heel belangrijk. Want terugkerende klanten, daar kun je niet op terugvallen. Zeker niet als jong kantoor. Oké. De online vindbaarheid zullen we het zo iets meer over hebben. Maar je noemde een heel, heel belangrijk en ook leuk punt over het verkoopgesprek. Omdat er ook meerdere uitgenodigd worden. En je gaf al eerder aan dat jij stapte de makelaardij in zonder eerdere ervaring bij een ander makelaarskantoor. Dus ja. Als je kijkt naar die eerste gesprekken of het eerste jaar dat je de gesprekken voerde en kijkt naar hoe je het nu doet, wat is er hetzelfde gebleven en wat is er anders? Nou, ik heb nu meer te vertellen in die zin dat ik kan zeggen dat ik de hoogste klanttevredenheid op Funda heb bijvoorbeeld. Dat kon in het begin nog niet. Maar het is met name enthousiast zijn in dat gesprek. En inderdaad, ik deed het maar zoals ik dacht dat het goed was. Want ik had geen ervaring bij andere makelaars. Ik heb er overigens wel eens over nagedacht om bij een vriend dan net te laten doen alsof hij zijn huis wilde verkopen. 5 makelaars te laten uitnodigen, cameraatje in de boekenkast, even kijken hoe de rest het doet. Dat hebben we uiteraard nooit gedaan, maar het zal me niet verbazen als een collega dat ooit wel heeft gedaan. Enthousiast zijn. Hè? Mensen willen, dat is denk ik het belangrijkste.
enthousiast over het huis. Een complimentje geven. Als je ziet dat er Max Verstappen authenticiteit even over de race van afgelopen. Nou, je moet een klik krijgen. Ik denk dat heel veel mensen ook niet de makelaar kiezen waarvan zij denken dat hij het beste is. Maar de makelaar waarmee ze de klik hebben. En zo'n klik kun je ook vaak niet forceren. Hè? Wat ik al zei, als die klik er niet is, ga gerust naar een ander kantoor waar je wel die klik mee hebt. Maar je moet het over jezelf vertellen. Hoe je het huis gaat positioneren. Uiteraard de waarde, de vraagprijs die daarbij hoort. Wat per huis en per doelgroep ook heel anders is. Die combinatie waarde-vraagprijs. Maar enthousiast zijn. Hè? Laten zien dat je veel van de markt weet, van het huis weet. En eerlijk zijn. En geen te hoge waarde afgeven. Want dat gebeurt ook wel eens. Dat makelaars een hele rooskleurige waarde voorspellen om het huis maar te krijgen. Nou, dan ben je echt volledig de sjakers verkopen als je daarin meegaat. Maar ja, over je bedrijf vertellen, over wie je bent, hoe je het gaat aanpakken. En vooral, ja, enthousiast. Zijn dat dingen die je nu nog steeds doet? Of die doe je nu juist ten opzichte van eerder? Nee, altijd. Ja. Okay. Ja. Altijd. En ook zeggen, hè, wat ons onderscheidt. Ik denk echt de passie waarmee we doen. Als iemand zondag het huis wil komen bekijken, geen enkel probleem. Dan hebben we andere kantoren om 4:30 middags de deur, 5:30 vrijdag de deur dicht doen. Enthousiast. Maar ook je kennis laten zien natuurlijk. Maar elk gesprek is ook wel anders hoor. Dus dat is het leuke van het vak. Elke bezichtiging is anders. Maar die kennismakingsgesprekken die verlopen eigenlijk ook altijd anders. En er zijn mensen die vragen niks. Die laten jou je verhaal doen. Er zijn ook mensen die zijn heel kritisch. Hè? Wat onderscheidt jullie? Waarom moet ik voor jullie kiezen? Hoe wil je dat doen? En wat we steeds merken inderdaad, is dat mensen ons dus bellen omdat ze goede verhalen hebben gehoord. Zowel online, maar vaak ook uit de vriendengroep. Hoe meer je huis je hebt verkocht, hoe meer dat aspect kan meehelpen. Met de mensen die langskomen voor een bezichtiging, bel je die vervolgens? Stuur die daarna nog een e-mail of bel je die daarna nog later? Omdat er uiteindelijk maar eentje het huis kan kopen. Ja, dat ligt aan het huis. We hebben vorige week de haar wegverkocht. Ja, daar gaan we niemand nabellen als we geen bod krijgen. Maar als er huizen zijn die wat niet kunnen lopen, dan blijven we steeds in contact met de kijker. Dus een beetje afhankelijk van het huis en het traject. Als het heel druk is, ja, mensen die geen bod doen, dan neem ik aan dat ze dat met hun volle verstand niet hebben gedaan. En het nabellen van iemand die geen bod heeft gedaan, heeft de afgelopen 9 jaar nog nooit geleid tot het doen van wel een bod. Dus we doen het dan vaak wel, ligt aan het traject. Maar dat is meer om interesse te tonen en te kijken waar het aan lag. En om bij die mensen in de picture te blijven. Oké. En je noemde het juist, en we hadden het in het vorige gesprek ook een klein beetje over, dat je ook op zondag actief bent. En in het eerder, of in het verleden had je het er ook over dat er geen vaste kantoortijden zijn. Dat staat ook nog steeds op Funda aangemeld. Ja, ja. Daar hadden we het in het voorgesprek al een beetje over met familiesituatie, dat daar af en toe wat verandering in plaats moet vinden. Hoe merk je dat consument of klanten dat ervaren dat je op zaterdag beschikbaar bent en eventueel zelfs op een zondag? Nou, heel fijn. Zowel kijkers, want die zijn degene die dan gebruik mogen maken van die flexibele tijden. Maar de verkoper weet dat uiteraard ook. En dat zie je ook in sommige Funda-reviews terug, dat de verkoper zegt, de makelaar heeft zelfs op zondag ons huis laten zien aan kijkers. Dus dat wordt door beide partijen als heel fijn ervaren. En ik denk, wat ik heb gemerkt, de scoringskans, de kans op een mooi bod als je op zondag gaat kijken bijvoorbeeld, is veel groter dan als die mensen per se vrij moesten nemen en op dinsdagmiddag moesten kijken. Want dan, dat gesprek met die baas, ik moet vrij nemen, want dat heeft al een negatieve invloed op dat huis. Alles rondom die bezichtiging moet zo positief mogelijk zijn. En als mensen op zondag mogen kijken, en dan zijn ze hebben tijd, ze zijn blij, ze zijn relaxed. Het feit dat de makelaar die mogelijkheid biedt, dat durft ze al bijna niet te bewegen tot het doen van geen bod. Dus hoe flexibeler je bent, hoe beter het is voor zowel kijker, koper als verkoper. Alleen de vrouw thuis en de kinderen moeten natuurlijk ook blij blijven. Dus zeker nu met kinderen. In het begin was het makkelijker voor mij, had ik geen kinderen. Of een baby. We proberen nu wel gewoon met etenstijd thuis te zijn. Maar als ik in de zomer s'avonds om 8:30 iemand wil komen kijken, geen enkel probleem. En gelukkig staan mijn collega's er hetzelfde in. Oké.
En als we gaan de hele tijd terug naar het verleden en het heden, om ook te vergelijken. Wat zijn wat dingen die in eerste instantie, als je terugkijkt nu, een soort reflectie, wat is je meegevallen en wat is je tegengevallen ten opzichte van toen je begon? Meegevallen is dat ik het leuk ben blijven vinden. Terwijl in het verleden was het altijd iets starten. Hè? Werken en dan wordt het werk. Ik vind het nog steeds heel leuk, maar dat is hetgeen wat mij meevalt. Elk traject is dus anders. Wat ik straks aanstipte als iets lastigs voor de makelaarij. Je moet altijd scherp blijven, want je hebt geen database. Dus elk huis, elke verkoper is nieuw. Dus dat maakt... er is geen sleur. Alles is steeds anders. Op het tegengevallen, denk ik. En dat zal voor elke makelaar, of wellicht wel voor elke dienstverlener gelden. Is toch de communicatie eromheen en lastige vragen. En kritisch mag uiteraard. En ik heb ook het idee, en ik heb het met andere collega's ook over gehad. En die delen die mening. Mensen zijn toch wel wat moeilijker. Vroeger werd je als makelaar, ja, het was, we hebben alle egaars toch wel behandeld. En nu de mensen zijn gewoon kritisch. En dat mag ook. Maar soms gaat dat net iets dat je denkt, nou, hè, is dit nou nodig? Maar kijkers ook. Hè? Ik werd vorig jaar vader van de baby, Abel. Gefeliciteerd. Ik was in het ziekenhuis tijdens de geboorte. Logisch. En ik kom maandag op kantoor, boom, 1-ster review op Google. Want ik had mijn telefoon niet opgenomen. Dus ik belde meneer, ik leg het uit. Ik zeg, nou, ik ben vader, ik was in het ziekenhuis. Nou, dan moet je niet adverteren met je altijd bereikbaar zijn. Ja, ik denk niet dat dat zo snel was gebeurd 9 of 10 jaar geleden. Dus dat is echt een voorbeeld van toch wel hele mondige kritisch mag. Maar het is ook wel eens iets te ver. Gaat wel eens te ver doen. Dus dat is een negatieve. Heb je het gevoel dat je dat nu alleen maar meer opvalt, maar dat het in het verleden ook al zo was? Of merk je echt dat er een verschil is? Nou, daarom heb ik het ook met collega's over gehad. Hè, van, ligt het aan mij? Maar iedereen deelt toch wel die mening. Ook collega's die al 30 jaar actief zijn in het vak. Dat mensen toch wel, ook door alle reviewmogelijkheden, door internet, misschien ook een iets ander, ja, hoe moet ik het zeggen, de wereld iets anders is, maar toch wel iets, soms te kritisch. Oké. Okay. En wat zijn er ook wat dingen die je in het verleden hebt geprobeerd? Kan op marketinggebied zijn, op salesgebied. Manier waarop je met klanten omgaat. De manier waarop je huis probeert te verkopen. Die je hebt geprobeerd, maar die uiteindelijk niet echt goed uitpakte. En waar je mee gestopt bent. Het ene werkt beter dan de ander. Adverteren. En brieven rondbezorgen in de buurt. Dat heeft bij ons, denk ik, weinig reacties opgeleverd. En wat ik straks al even aanstipte, ik denk heel erg, als makelaar is het heel lastig om je klant te vinden. Ik kan wel 1000 briefjes bij mensen in de bus doen, maar de kans dat 1 van die 1000 mensen op dat moment overweegt de woning te verkopen, die is niet zo groot. Het is meer mensen moeten mij vinden. Dus de campagnes om de klant te zoeken, met adverteren op social media of met leuke kaarten onderzorgen. Dat heeft niks opgeleverd in de zin van klanten. Dat doe je denk ik meer als naamsbekendheid voor je bedrijf. Dat als die persoon die dat ooit de briefje heeft gevonden, of die advertentie heeft gezien op Facebook, en die wil over 3 jaar wel zijn woning verkopen, dat die denkt van, hé, maar dat viel mij tegen. Dat daar nooit dan direct een reactie uit kwam. En verder, ja, het een werkt beter dan de ander, maar toch de online vindbaarheid. En helaas, Google is wat dat betreft toch heel belangrijk. Big Brother, George Orwell was iets te vroeg met zijn 1984, maar het is er wel van gekomen. Mensen moeten toch de makelaar zoeken en dan gevonden worden. En dan is Google toch echt wel het belangrijkste. Okay. Natuurlijk doen we social media. En we hebben een hele leuke eend, een pick-up eend, waarmee we door de stad rijden, die heel erg opvalt. Maar dat is meer om het bedrijf toch in je hoofd te hebben op het moment dat je een makelaar zoekt. En je bent aan het zoeken en je ziet dat logootje,
dat je wellicht onbewust denkt, hey, die kennen we. Voor luisteraars en kijkers die niet bekend zijn met jouw kantoor, weet dat het logo van MB Makelaars, dat er een felgroene kleur in voorkomt. Dus de kleur springt er ook meteen uit. Ja, ook bewust, denk ik. Ik denk dat goed is hoor, want hè, dat was ook een beetje groen. Ja, hè, het is allemaal, milieu is natuurlijk een hot item, dus groen is een fijne kleur wat dat betreft. Dat is wel een dingetje wat ik net had kunnen zeggen. Zijn dat dingen die je misschien anders had moeten doen? Ja, er is een makelaar in Breda, die heeft felrood. Er is een makelaar, die heeft een hele mooie, felblauwe kleur. Dat valt meer op in het straatbeeld, want het straatbeeld is vaak groen. En daar had ik niet over nagedacht. Dus die blauwe bordjes of die rode bordjes vallen dan toch meer op. Maar dan, hè, ja, er is ook weer niemand die langs een bordje rijdt en denkt, hey, ik ga dit huis kopen. Het bordje is leuk voor de makelaar als publiciteit voor zijn kantoor. Maar het gaat je ook weer niet helpen met specifiek die verkoop. Ja. Ik zit nu inderdaad te denken, een groene kleur, dat is een beetje een camouflagekleur. Ja. En je hebt meerdere keren al gezegd, digitale vindbaarheid is heel belangrijk. Wat ik merk met eigenlijk makelaars door het hele land, vooral in het begin, hebben ze vaak één digitaal kanaal. Voor sommigen is het Google, voor anderen is het een Instagram of een Facebook. Sommigen doen het juist met betaalde advertenties. Maar daarnaast hebben ze ook altijd één offline kanaal. En de twee die ik het meest voorkomen zijn sponsoren van sportverenigingen. En daar dan ook actief zijn. En het tweede is dat ze bij ondernemersverenigingen en dergelijke. Bij zulke netwerkjes zitten. Zijn er offline ook bepaalde dingen die jij doet voor je eigen naamsbekendheid? Ja, of je naam hebt? Kijk, sponsor heb ik al gedaan, doe ik nog steeds. Dat gaat in de regel ook heel weinig weer opleveren. Het is ook niet meetbaar, hè? Want mensen zien dat bord bij de voetbalvereniging. Mijn zoontje voetbalt in Ulvenhout. Daar hebben we een paar hele mooie borden hangen. Meer om die club te helpen. En of het ooit iets terug gaat opleveren, dat is niet te meten. Want het is weer, mensen zien MB een keer daar, een keer daar, een keer daar. Wil een huis verkopen en dan hangt het toch in de herinnering. Ja, dat netwerken. Ik denk dat dat meer werkt als je in een dorpje zit. Waar mensen de lokale makelaar kiezen. Of 30 jaar geleden. Hè, dan moest je lid zijn van de hockey. Dan moest je bij de plaatselijke VVD in de gemeenteraad zitten. Dan moest je iedereen kennen. Dan moest je s'avonds in de kroeg zitten. Het is, ja, wat dat betreft, die online vindbaarheid is wel heel, ja, het belangrijkste. Maar als mensen online gaan zoeken, dan helpt het uiteraard wel dat ze je al hier en daar hebben gezien. Dus we sponsoren wel. Maar als je dat grootschaal gaat doen, dan loop je helemaal leeg. Dat is gewoon echt heel duur. Dus daar moet je heel selectief in zijn. Het meetbare resultaat is daar eigenlijk, ja, dat is er niet. Is er wellicht wel, maar het is gewoon niet te meten. En net als social media. Dat doen we ook. Instagram, Facebook. Maar het belangrijkste is Funda. Want als iemand een huis gaat zoeken. Ja, je gaat niet op Instagram zoeken naar een nieuw huis. Of op Facebook. Je hebt pas de beste verkoop, wat altijd de uitdaging is. Als je de hele wereld bereikt. En dat doe je met adverteren op Funda. En dan altijd bovenste huis worden. Dus alles, er horen heel veel dingen omheen. Maar ja, vindbaar worden. Toch op Google. Adverteren, belangrijkste, Funda. Oké. Dus dat heeft Funda heel goed gedaan. Als je in België een huis gaat verkopen, heb je geen idee waar je moet zetten. Het is één wirwar, één spinnenweb van websites en gedoe. Maar hier is er één monopolie. En dat is voor de kijker, denk ik, wel heel makkelijk. Ja, de NVM met Funda zijn er inderdaad heel vroeg bij geweest. Als ik het ook vergelijk met andere landen. Niet alleen België, maar ook andere landen in Europa. En om het cirkeltje van de klantreis een soort rond te maken. Op het moment dat de woning is verkocht, heb je uiteraard de sleuteloverdracht en alles afronden met de koper en verkoper. Zijn er daarna nog dingen die je doet met, ja, op dat moment oud-klanten, om contact te onderhouden of iets dergelijks? Ja, er is. Vind ik zelf iets leuks bedacht nu. Wat ik al zei, het zijn steeds individuele trajecten. En dan is het dag gefeliciteerd van Nice Life. Dus nu hebben we elke verkoper-koper zetten we in de agenda de verjaardag. Want die hebben we uiteraard uit de paspoorten. En dan repeteren we die verjaardag elk jaar in de agenda. En dan hebben we heel leuke gefeliciteerd kaarten laten maken van MB Makelaars met ons erop. En van harte gefeliciteerd.
Dus 2-3 dagen voor de verjaardag krijgt elke oudkoper, oudverkoper een verjaardagskaart. Zodat we toch in de herinnering blijven elk jaar. En dat die kaart hopelijk op de kast komt en met de verjaardag iedereen die kaart ziet. En dat er misschien wel over heeft. Dat is toch wel, denk ik, iets unieks dat de makelaar dan elk jaar dat blijft doen. Dus dat hebben we nu bedacht om toch in de herinnering te blijven van de klanten. En verder is het toch wel lastig, want die klant, ja. En als die over 7 jaar zijn huis wil weer verkopen, dan hoop ik uiteraard dat ze ons bellen. Maar cruciaal daarvoor is natuurlijk ook dat het een leuk traject was. He, zowel voor de verkoper, maar ook voor die koper die nu in dat verkochte huis woont. Begin nu, omdat je inmiddels ruim acht jaar met je kantoor bezig bent, begin je ook te merken dat, je had het al eerder over iets van mond-tot-mond reclame, maar begin je ook te merken dat familieleden van oud-klanten komen? Ja, en oud-klanten, en wat het allerleukste is eigenlijk, dat er best veel kopers, zowel kijkers die een huis kopen, waarvan wij dan hun huidige huis mogen verkopen, maar ook kopers die 6 jaar terug bij ons een huis hebben gekocht, wat toen eigenlijk, de tegenpartij klinkt zo zwaar, maar hè, wat niet mijn klant was, dat die dan toch ons benaderen, om dan weer het huis te verkopen. En ik geloof dus ook heel erg in, tijdens zo'n bezichtiging, je moet niet te hard proberen te verkopen. Dat werkt niet. Hè, we komen ook met een eentje aan, laagdrempelig, maar een leuke bezichtiging, een leuk contact met die koper, terwijl het mijn klant niet is, dat gaat het beste resultaat opleveren voor wel mijn klant, mijn verkoper. Een goede sfeer, een leuk contact. Ja, eigenlijk moet die koper tijdens de bezichtiging vergeten dat ik voor de verkoper werk. Maar goede bezichtigingen, dat is cruciaal voor de beste verkoop. En dat maakt dus ook dat we nu best wel vaak zien dat die koper uit het verleden ons weer belt om dat huis te verkopen. En dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel leuk. Om deze draad ook meteen door te trekken. Je begon natuurlijk alleen. Toch? Ja. Maar nu heb je een team van met z'n drieën. En als ik het goed heb gezien... Met z'n viertjes zelfs. Ja. Oh, met z'n vieren. Oké, okay, gefeliciteerd. De site is nog niet helemaal bij geweest. Is uitgebreid. Ik moet Mitchell nog even bellen. Oké. Okay. Nou, en van die vier zijn er naast jou 1 of 2 makelaars? 1 makelaar. 1 makelaar. En, ARNT-papieren. Dus nog niet helemaal, maar okay. Die mag wel alles doen in principe. En waarom ik zei om de lijn door te trekken? Het is natuurlijk als ondernemer, is het makkelijk om... Ja, je bent verantwoordelijk voor jezelf, de acties die je doet en de manier waarop je praat. Maar op het moment dat je iemand anders erbij hebt, ja, dat is toch een uniek individu. En je kan wel een bepaalde bedrijfscultuur hebben. Maar hoe heb je hem en ook de rest van je team als binnendienst mee... Ja, hoe was die ervaring voor je, de transitie? Hoe heb je hen meegenomen in jullie cultuur en de manier waarop jij met klanten om wil gaan? Nou, dat is denk ik het selectieproces voordat iemand komt werken. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat die bij ons past. En er zijn ook wel wat wisselingen geweest. Ik heb nou echt een perfecte club. Die er precies zo in staan als ik. Hè. Wat ik al zei, soms rij ik langs kantoor, 's avonds brandt het lampje. Is er iemand gewoon aan het werk? Ja, dat is gewoon superkick. Hè. Ik denk niet dat heel veel kantoren dat meemaken. Maar dat is het. Ja, als ik een vacature zet, dan is het al... De manier van reageren of schrijven. Ik ga natuurlijk mensen online onderzoeken. Maar ik heb ook best wel wat mensen op kantoor gehad of gesprek gehad. Als ik een vacature had. Hè, bijvoorbeeld echt het typetje makelaar. Die dan binnen elkaar. Ah, zeg Martijn. Veel te glad. Dat past gewoon niet bij ons. Dat past dan wel weer bij andere kantoren. En dan heb ik wel een gesprek met hem. Maar ja, dan je voelt tijdens zo'n gesprek toch wel. Of iemand erin staat. En ik denk dat wij ons typeren door gewoon heel laagdrempelig, open, transparant, grapje mag, maar als er gewerkt moet worden, echt super serieus en desnoods 60 uur in de week en foutloos als het even kan. Dus heel serieus met je werk, maar dan wel in een hele informele sfeer. En dat probeer ik dan tijdens dat sollicitatiegesprek al te achterhalen. En dat is eigenlijk altijd wel gelukt. Voor kijkers en luisteraars. Martijn is op aanbeveling van Mitchell van Zwienen van Online Woningbrochure gekomen. Maar ik nodig niet zomaar iedereen uit. Ik heb hem uiteraard ook onderzocht. En er is een heel klein detail op zijn website wat je nu kan zien als je naar de teampagina gaat. Is dat er ergens bij een van zijn collega's staat er een smiley face.
op de ouderwetse manier met een punt, komma en een haakje sluiten. En ja, dat zijn de kleine details waar ik wel op let en waar ik ook heel erg enthousiast van word. Dat benoem ik omdat Martijn uiteraard zegt van, ja, een grapje mag. En het persoonlijke en dergelijke. Kijk, een website moet eigenlijk vertegenwoordigen wie je bent. Want je kunt geen website maken om maar mensen binnen te halen die vervolgens niet bij jou of jouw kantoor aansluit. Dus ik heb zelf die teksten en ook de layout een beetje bedacht. Het moet echt weergeven wie wij zijn. Want een website voor een makelaar is iets anders dan een website als je een tandenborstel online koopt. Dan boeit die mensen het eigenlijk helemaal niet wie die verkoper is. Terwijl met de makelaardij ga je met die mensen toch een heel persoonlijk traject aan. En een heel belangrijk traject, zeker voor verkoper-koper. Emotioneel traject vaak. Dus mensen, dat merk ik, gaan echt lezen wie wij zijn. Ik heb pas een, ga geen namen noemen, een CEO-kantoor in de hand genomen om beter vindbaar te worden. Die ging mijn homepage helemaal herschrijven. Met allerlei steekwoorden, waardoor het niet meer leesbaar was. Dat heb ik precies hetzelfde gezegd. Dat werkt wel als je tandenborstel verkoopt. Want dan maakt mensen helemaal niet uit wie erachter zit. Dus ik merk, mensen gaan echt lezen wie wij zijn. En wij proberen dan aan de website uit te dragen wie wij zijn. Laagdrempelig, open, transparant. Met echt hard voor de zaak. En zo hard werken als we kunnen. Ik heb ook al sinds het begin het tarief op de website staan. Ik denk, als je een fiets gaat kopen of een paar schoenen. Dan zie je ook voordat je ze aantrekt wat ze kosten. Waarom moet het in de makelaardij dan allemaal zo geheimzinnig? Echt zo open en zo transparant mogelijk, maar denken dat wij ook zo zijn. Om het verhaal met MB-makelaars rond te maken. We hebben het verleden gehad, het heden gehad, de toekomst. Je gaf al eerder aan, visie is eigenlijk nog hetzelfde. Wat heb je in gedachten voor de toekomst van MB-makelaars? Kan korte termijn zijn, kan lange termijn zijn? Ja, nee, een visie is er niet. Wat me wel is tegengevallen eigenlijk, is dat we nog niet de grootste makelaar van Breda zijn. Want ik ben er heilig van overtuigd dat we de beste makelaar zijn. We hebben de hoogste klanttevredenheid in Funda. Ik ben ervan overtuigd dat we de beste advertenties hebben, altijd de hoogste verkoopprijzen hebben. En dan zijn er toch makelaars die nog groter zijn. Maar ja, dat moet ik dan eigenlijk weer op mezelf betrekken. Ik ben dus niet in staat gebleken om hetgeen waar ik zo aan geloof, dusdanig over te brengen dat we meer worden gebeld nog. Ik denk ook die 1% makelaar waar we mee zijn begonnen, dat het nu ook een beperking is. Dat heel veel mensen met een heel duur huis geen budgetmakelaar kiezen. Die vinden het dan toch chiquer om een makelaar met een chiquere uitstraling op hun huis te hebben hangen. Het bordje dan, niet de makelaar. De visie is gewoon zo doorgaan. We groeien nog steeds. Het valt me wel een beetje tegen dat we niet harder zijn gegroeid. Want als ik een makelaar moest kiezen in Breda, ik zou het wel weten. De visie is nog steeds plezier hebben in wat je doet. Zo goed mogelijk doen wat je doet. Maar dat heeft wel met elkaar te maken, denk ik. En dan komt de rest vanzelf. Dan komt ook het toptraject voor de klant en de hoge klanttevredenheid. Maar ik denk gewoon dat ik zo doorga wat ik doe. Af en toe moet je je aanpassen op veranderende markt. Maar ik zie geen verbeterpunt. Er komt nou een nieuwe jongen, die 26, heeft zijn makelaarspapieren. Die heeft weer nieuwe inzichten wellicht. Waardoor we misschien weer andere dingen gaan doen. Maar dan laat ik me dan, dan luister ik naar en dan kijken we wel wat we doen. Maar nee, ik heb nog steeds geen visie, sorry. Nee, heb je... Nee. Het is altijd uit nieuwsgierigheid. Ook om te kijken of een van de luisteraars of ikzelf je op een of andere manier verder kan helpen om het proces te versnellen. Je noemde twee keer in het gesprek dat goedkoop duurkoop, dat sommigen daar op die manier naar kijken. En ook met de luxe segment. Heb je ooit overwogen om een soort naast MB-makelaars luxe MB of iets dergelijks te creëren? Daar heb ik eens over nagedacht. En ook een aparte site voor de huurwoningen. Maar die kreet de 1% makelaar is er vanaf. Ik denk wel dat dat nodig was. Dat ik zonder dat niet was waar ik nu was. Want ik had nog niks. Ik was begonnen zonder iets. Dus waar onderscheid je je dan in? Dat was toen het tarief. Wel in combinatie met een super dienstverlening. Dat maakt wel dat we nu wellicht huizen van 1 miljoen plus wat minder krijgen. Omdat we ons toen hebben gepresenteerd als budgetmakelaar.
Maar los daarvan, als ik het niet had gedaan, was ik niet waar ik nu was. Dus hè, het grote voordeel heeft een klein nadeeltje met zich meegenomen. Maar nu profileren we ons dus meer op de klanttevredenheid en op de kwaliteit. En dat heeft gewoon tijd nodig om dan toch ook in het hogere segment meer huizen te krijgen. Hè. Los daarvan, vorige week nog een huis verkocht van 1,1 miljoen. Met een hele tevreden verkoper. Ik had de courtage afgesproken, hij heeft zelf gezegd, verdubbelen maar. Dus dat is ook heel leuk. Ik heb nog 4 keer gezegd, het hoeft echt niet. Maar hij heeft 4 keer gezegd, het moet van mij. Oké dan. Maar nee, we gaan door zoals we doen en daar is iedereen tevreden mee. Wij zelf en de verkoper. Hè? Dus dat blijven we gewoon doen. Om het langzaam maar zeker af te gaan sluiten, nu na ruim 8 jaar ondernemen. Wat voor advies zou je willen en kunnen delen met startende makelaars die voor zichzelf willen beginnen? Nou, blijf bij jezelf. Hè? Wat ik al zeg, elke makelaar is anders en elke makelaar krijgt dus ook zijn eigen klandizie met bijbehorende eigen huizen. Dus ga niet iets proberen uit te dragen of te profileren waar je niet achter staat of wat jij niet bent. En heel veel mensen, en ik denk ook dat makelaars uit het verleden vooral niet per se een hele goede naam hadden. Wees altijd eerlijk en transparant. Er zijn best makelaars die ook gemerkt onder een hoedje spelen. Een gemanipuleerde taxatie om een andere makelaar weer te helpen. Per se nooit doen. Hij heeft het hele makelaarsgilde onder te leiden. Ja, bijvoorbeeld het onder je houden van de huizen. Wat een paar jaar terug gewoon werd gestimuleerd door de NPM. Zo van, hè, als we de huizen onder ons houden, kunnen we als verkoopmakelaar een factuurtje schrijven. Maar de huizen zijn alleen maar toegankelijk voor de aankoopmakelaars. Kunnen we 2 facturen schrijven? Nee, je hebt maar 1 doel te behartigen, dat is je klant. Altijd naar Funda, iedereen bereiken. Eerlijk zijn, nooit deeltjes sluiten. He, bijvoorbeeld, wij krijgen ook leadvergoedingen. Die gaan in het goede doel. Ik ga niks aannemen, want dan denken klanten dadelijk, oh, hij heeft ons daar naartoe gebracht, omdat hij daar zoveel euro voor krijgt. Bij jezelf blijven, keihard werken, dat is het wel. Het is geen werk trouwens. Veel uren maken, zo moet ik het zeggen. Zeker in het begin. Niet lui zijn. Bij jezelf blijven. En uren maken, dat is toch wel. Het is wel een urenbusiness, hè. Als je een webshop hebt of je vindt iets uit, kun je soms achteroverleunen. De makelaardij is, nou, als ik 40 uur werk, verdien ik dit. Werk ik 60, verdien ik 1,5 keer zoveel. Het is echt wel een urenbusiness, dus je moet wel leuk vinden wat je doet. Ja, ongeacht alle software en technische vooruitgang en middelen, is het uiteindelijk toch een mensenbusiness. Ja, en dat is ook het leuke. En elke klant en elke kijker is volledig anders. En dat maakt het, wat ik al zei, dat verbaast mij ook. Daarom vind ik het ook zo leuk. Ik had er mezelf ook nooit een verkoper gezorgd vroeger. Ik denk ook niet dat ik het ben. Ik denk dat het ook de kracht is, ook van kantoor. Als je te makkelijk praat, dan voelen mensen toch dat die woorden misschien iets minder waarde hebben dan als je er iets moeite voor moet doen. Maar dat vind ik zo leuk. Al die verschillende mensen. Met een bezichtiging ook. Je doet die deur open. Nou, de ene gaat voor je neus staan zo van, begin maar. En de volgende die komt binnen en die is vertrokken. De ene boven, de ander naar de keuken. Het is compleet anders, elke keer. En het is zo'n fantastisch vak. En ik vind het totaal geen werk. En wat dat betreft kan ik het iedereen aanbevelen, maar let wel, met 40 uur in de week ga je het vaak niet redden. Ik denk dat we dit fragment uit kunnen knippen en aan NVM en eventueel ook VBO en dergelijke kunnen geven, dat ze het op de opleiding kunnen plaatsen voor nieuwe mensen die ze aan willen trekken. Ja. Om mijn afsluitende vragen zijn altijd, allereerst, aanbeveling. We hebben het hier vooraf al een beetje over gehad. Iemand binnen de makelaardij kan een techbedrijf zijn, dienstleverancier, makelaar. Iemand die jij zou willen aanbevelen voor de makelaarspodcast. Ja. Mijn collega kwam daarmee, dat is denk ik al 1 jaar geleden, misschien langer. Een makelaar, ik weet niet meer precies, ik weet ook geen naam, dus je zult zelf nog even moeten zoeken. Maar ik meen in het noorden, Friesland, Groningen, die op zijn funda-advertenties, op de foto's van zijn huizen, dus het gezin, de verkoper, in die foto's heeft. Dus in de keuken staat verkoper te koken, in de badkamer staat verkoper, nou, waarschijnlijk tanden te poetsen. In de tuin zitten ze te barbecuen. En dat vond ik wel heel leuk. Het is heel apart natuurlijk. Maar het valt wel op, ook het feit dat ik het nog weet. En opvallen is natuurlijk wel heel belangrijk.
En dat zal ook de ene verkoper meer aanspreken dan de andere. Maar je valt er enorm mee op, want ik heb het nog nooit gezien. Dus dat vond ik een hele leuke dat iemand dat heeft bedacht. En dan hebben we natuurlijk de verkopers nodig die eraan meedoen. Maar dat vond ik een hele, hele leuke. Want opvallen is natuurlijk wel, ja, cruciaal. Zeker hier in Breda. De concurrentie is moordend. Dus als iemand zo is verzint, vind ik heel leuk. Heel origineel. Okay, nou... Maar wie het was en waar die zit, maar dat is vast te zoeken. Ja, kijkers, luisteraars weten dat ik alle makelaars in Nederland zo'n beetje aan het bestuderen en analyseren ben. Dus op een gegeven moment zal ik deze persoon wel vinden. Mocht je weten over wie het gaat, of mocht je zelf eventueel luisteren, stuur mij een vraag. Want die begon ermee. Ja, die kwam ermee. Oké, mocht ik het van Martijn horen, zal je in de omschrijving een link naar die persoon vinden. Maar mocht je het zelf zijn, of mocht je weten wie het is, stuur me alsjeblieft een berichtje via LinkedIn. Of plaats het onder YouTube-video. En dan de allerlaatste, Martijn. Hoe kunnen mensen contact met jou en MB-makelaars opnemen? Kan per e-mail, per telefoon. Hè. We zitten in Breda, we zijn in het Ginneke van Akeniersplein. Heel goed vindbaar. Prachtige Luifel, die is gisteren nog gereinigd. We vallen enorm op weer. Ja, telefoon 076-543-6066 of info@mbmakelaars.nl. Oké, zoals altijd plaats ik alles in de omschrijving, dat het voor iedereen weer makkelijk is. En zoals ik het hoor, ben je niet alleen digitaal goed vindbaar, maar ook in Breda zelf goed vindbaar. Nou, we hebben een kantoor aan een heel druk winkelplein. Dus we merken wel dat ook mensen af en toe binnenkomen lopen. Hè, we zijn wat dat betreft net een winkel, heel laagdrempelig, de deur staat altijd open. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Duidelijk. Martijn, ik vond het een heel leuk gesprek. En ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Jij ook, Jim. En kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.